Je hebt ongetwijfeld wel eens naar de maan gekeken. Hier heb ik een goede tip. Pak de volgende keer je verrekijker erbij. Want daarmee zie je veel meer dan met het blote oog. Dat maanlandschap is namelijk bezaaid met ronde inslagkraters. Deze zijn ontstaan doordat brokstukken steen uit de ruimte op hoge snelheid zijn ingeslagen op het maanoppervlak. En bij die inslag is als het ware een grote put gevormd waarbij het materiaal in alle kanten wegspatte. En zo zijn stralen ontstaan die vele honderden tot wel duizenden kilometers lang zijn. Soms waren die inslagen ook krachtig genoeg dat het materiaal de ruimte in werd gelanceerd. En die stukjes steen die konden na wat omzwervingen uiteindelijk ook hier op aarde terechtkomen. En op die manier kun je dus een stukje steen van de maan als een meteoriet in je hand vasthouden.